Zo naar de Noordpool en weggletsjers en wegijsberen. Deze deur moet je schuiven, begrijp ik. Oh, zo. U wilt graag dat de winkels verplichte deur dicht hebben. Mogen we niet even proberen? Waarom eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een enorme energieverspilling om als het koud is buiten de deur open te zetten van de winkels. Het geeft enorm veel verlies van warmte. En we zitten in een klimaatprobleem, dus we moeten zuinig zijn met energie. De meeste winkeliers in de Grote Houtstraat zijn dat nu volgens Milieudefensie niet. Nou, we hebben geteld en van de 140 zijn er ongeveer 60 die de deur dicht hebben en ongeveer 64 die de deur open hebben. Dus meer dan de helft heeft de deur gewoon nog openstaan. Zo'n beetje de halve voorkant staat hier open van die winkel. Dus, en die dame die daar achter de kassa staat, ja, die staat de hele dag in de tocht, toch? Moet eens kijken hoe dicht ze bij die open ingang staat. Dat lijkt me een rotbaan, eerlijk gezegd. En? Had ze het koud? Nou, deze dame spreekt geen woord Nederlands, maar wat ik eruit begreep was dat ze ook van de baas, dus van het Deense bedrijf, de deur open moet houden. En ze had het niet koud, want ze loopt zo vaak heen en weer dat ze daar warm van wordt. We hebben wel gezien dat met name die mondiale of die internationale ketens zijn waar die deuren altijd open staan. En daar geldt uit blijkbaar dat van bovenaf wordt opgelegd. En als een winkelier het zelf kan besluiten, dan heeft hij daar meer vrijheid in. En dan doet hij vaker de deur dicht. Ik zie dat u het bordje op de deur heeft hangen en de deur dicht. Waarom doet u dat eigenlijk? Dat doe ik lekker om het warm te houden hier zo. En voor de stookkosten ook in principe. Heeft u dan ook dat klanten twee keer moeten kijken om te checken of u echt wel open bent? Of heeft u daar geen last van? Dat valt wel mee, omdat het hier allemaal verder is glas is. Dus dan valt dat wel mee inderdaad. Ze zien me staan en dan hoeven ze niet te kijken of het wel of niet open is. Maar ik kan het wel begrijpen waarom ze het open houden. Als ze denken dat je dicht bent, dan verlies je conditie. Dus je moet het verplichten. Dan heb je een gelijk speelveld voor alle winkeliers. Nee. Ik zou het niet verplichten. Dat moet iedereen voor zich weten. Ja. Het is toch wel een verschijnsel, hè, dat die half open staat. Kijk, hier staat, natuurlijk zijn wij open. De deur is alleen dicht om energie te besparen. Maar als ze nou naar die deur kijken, dan is die niet zo heel erg dicht. Warmte houden we binnen, omdat elk duurzaam detail telt. Ja. Dan moeten we contact opnemen met Vodafone, want Vodafone wil dat de deur openstaat. Maar dan zou ik dus zo'n bordje niet ophangen als ik hun was. Dan moet je eerlijk zijn naar je klant toe en niet A zeggen en B doen. Voel eens wat een warmte naar buiten komt. Best lekker. Het is stadsverwarming eigenlijk, ja. Het zelf opwarmen van de stad moet stoppen. Dus probeerden ze de gemeenteraad al eerder te verleiden tot het verplichten van dichte deuren bij 15 graden of minder. De nood wordt steeds hoger. Iedere keer komen er nog ergere berichten over de klimaatproblematiek naar buiten dan het jaar daarvoor. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeenteraad er nu anders over denkt dan vorig jaar. In Utrecht besloot ze wel een dichte deurregel toe te passen. Maar dat ging niet door omdat het moeilijk te handhaven is. Ja, je loopt één keer door de Grote Houtstraat en je hebt prijs. Je kunt het zo makkelijk als wat te controleren. In tegenstelling tot zoiets als vuurwerkverbod bijvoorbeeld. Dat valt niet te controleren, maar dit wel. De klanten laten hem openstaan. He, wij willen hem wel dicht hebben, maar de klanten laten hem openstaan. Toen vroeg ik, kan er niet een drang erop gezet worden? Maar dat kan niet bij deze deur volgens het personeel. Lijkt mij niet helemaal correct, want het moet best kunnen, lijkt me zo. Maar ik doe de deur nu dicht, kijken wat er gebeurt.